krijgt veel lof, maar er is ook kritiek. Onlangs nog een heel artikel in de RTL Nieuws op basis van anonieme bronnen. Daar wordt dan gezegd, het zou een ramp zijn als mevrouw Ariep weer voorzitter wordt. Ze ondermijnt de democratie door misbruik te maken van haar positie. Ze is aktebaks, onbetrouwbaar. Ze doet er alles aan om de PVV te paaien. Ja, het zijn dus niet mijn woorden nogmaals. Nee, gelukkig maar niet. Dat is het artikel van RTL Nieuws. We hebben u er al over gehoord dat u zegt van ja, dat is laf, die anonieme bronnen. Maar als het gaat over die inhoud, hè, is er iets van waar? Nou, al die voorbeelden die werden genoemd, daar kan ik gewoon feitelijk weerleggen dat ze gewoon niet waar zijn. Laat ik het ook even, want het is misschien moeilijk voor jou ook om dat zelf te zeggen. Het is gewoon totale onzin. En het is ook nog eens anoniem. Het klopt gewoon niet, het deugt niet. En het is ook seksistisch, als ik het even mag zeggen. Want als een vrouw zich uitspreekt, een mening heeft, soms mensen tot de orde roept, dan moet ze blijkbaar dit soort baggen over zich heen krijgen. Maar goed. Maar toch heel even, want RTL Nieuws is natuurlijk niet zomaar een medium. Zij hebben met 10 mensen ben gesproken. Ze hebben gezegd, er is diepgaand gesproken met bronnen van links tot rechts van het politieke spectrum. We hebben gecheckt en gedubbelcheckt. Wat vindt u dan van die kritiek? Nou, ik kan daar niks mee. In die zin dat ik nooit kan checken wie dat zijn. Dus het zijn allemaal anonieme bronnen. In hoeverre dat ze... Ja, dat kan ik gewoon niet bewijzen wie dat zijn. Mm. Dat weten zij misschien wel. Maar dan denk ik, de mensen die kritiek hebben, dat moeten ze ook gewoon kunnen uiten. Mm. En ik vind het ongelooflijk belangrijk dat het ambt van voorzitter, los van wie dat ook is, mijn voorgangers hebben daar ook wel eens last van gehad, dat we daar ook, als we daar kritiek op hebben, om dat ook op een respectvolle manier te doen. En ik merk wel, ik bedoel, ik ben niet gauw van het gaat om vrouwen of wat dan ook. Ik merk wel dat vrouwen op publieke functies, in plaats dat je inhoudelijk kritiek hebt, is het vaak op karakter, op eigenschappen. Of je bent overspannen, of je bent hysterisch, of je bent een heks. Of je bent dat soort kwalificaties worden dan aan je geplakt. Wat ik wel heb, is dat ik wel sta voor wat ik doe. Ik heb ook een standpunt. Ik ben niet, want ik las ook dat je voorzitter een procesbegeleider moet zijn. Nou, dat ben ik dus niet. Ik sta ergens voor en ik verdedig het instituut, de Kamer als instituut. En ik ga ook die discussie aan en dat wordt niet altijd een prijs. Maar volgens naar eer en geweten, zegt u. Maar als u dan zo'n artikel leest, wat doet dat met u dan? Nou, het is natuurlijk heel naar. Het is ongelooflijk. Het is achterbaks dat iemand anoniem mij achterbaks noemt, denk ik. Dat zegt veel over die anoniempjes die dan dit soort kwalificaties naar buiten brengen.